hele goede middag, beste verschilmakers. Mooi dat u hier allemaal bent bij de economische verkenningen van de metropoolregio Amsterdam 2024, een bijeenkomst enkel en alleen over die economische verkenningen, zodat we met een behoorlijk volle zaal op vlieghoogte kunnen komen en ook daarna kunnen reflecteren op die verkenningen. Dus wij vonden het de moeite waard om deze editie, en het is al een behoorlijke traditie, maar om deze 12e keer met elkaar heel gefocust op die verkenningen in te gaan. Dus mooi dat u hier bent. Mijn naam is Marijke Roskam en ik mag u door de middag leiden met ontzettend veel plezier. Ik zie ook wat bekende gezichten en ik zie vooral heel veel gezichten. Want het is altijd even spannend als je op zo'n, nou ja, laten we zeggen, warme, maar ook misschien zometeen wel stormachtige dag iets organiseert. Hoeveel mensen er dan komen. Maar daar op de eerste rij zit Iris. Die komt uit de reisbranche oorspronkelijk. Die heeft als een soort handdoekje haar tas op een stoel gelegd voor mij. Want zeg maar, bij die voorste rijen is het al dringend. Dat vind ik een mooi signaal. Dus dat we met zoveel mensen zijn. U zult begrijpen met dit gevarieerde collectief dat er ook wat mensen zijn die nog uit allerlei calls komen, vergaderingen hier en daar. Dus het kan zo zijn dat er nog wat mensen van voor of van achter binnenkomen zetten. Mag ik u vragen of uw telefoon op stil staat? Dat is altijd wel fijn. We duiken zo die verkenningen in. Iedereen ontzettend gefocust op de statistieken van Henri of Arjan. En dan gaat er zo'n iPhone af. Dus als u die eventjes op stil wilt zetten, dan praat ik u verder nog even ook door het programma heen. Want wat we zo meteen doen, is dat we in stereo een duik nemen in die verkenningen. Dan worden de verkenningen ook officieel aangeboden. En daarna gaan we met een panel doorpraten over die verkenningen, wat dat nou betekent. En dat is nogal een gevarieerd panel, dus ze zullen ook ieder een eigen insteek nemen bij die reflectie. We zitten in een hele mooie zaalopstelling, maar dat betekent, hoe lenig ik ook ben en hoe elastisch mijn pak ook is, dat ik niet allerlei halsbrekende toeren uithaal om op de achterste rij te komen. Maar we werken met Slido, zodat u een hotline heeft met deze tablet. En dat betekent, als u na de presentatie van beide heren een vraag heeft over de economische verkenningen, en dat is niet heel vertakt op wat betekent dit voor die en die buurt in die en die stad, maar wel verdiept op de economische verkenningen, dat als u via Slido een vraag stelt, dat ik die dan mee kan nemen. Als dat er meer dan 6, 7 zijn, dan kan het zijn dat die van de tafel valt, maar dan hebben we zeker na de tijd even ruimte om deze of gene aan het jasje te trekken. Ik kan geen grapjes meer maken over oude Nokia's en minister-presidenten, maar hij doet het zeg maar op de meest oude toestellen die daarna zijn verschenen. Dus als je de camera opent en je richt hem op de QR-code, dan kun je meedoen. En zoals gezegd, die komen hier direct bij mij binnen. Halve columns neem ik niet aan, verdiepende vragen zeker wel. Aandachtspunten mogen ook. Ik kijk weer even naar Iris, die heeft het over voedseltuinen en over biodiversiteit en gezondheid. Dus als je een punt van aandacht mee wilt geven, dan mag dat ook zeker. We zijn op een mooie locatie en ik dacht, ja, je kunt niet zeg maar in OBA zitten zonder het over boeken te hebben. En ik dacht, als ik u toch spreek, een hotline met u heb, ik heb niet heel veel taken vandaag, mensen goed bij de naam noemen en de tijd bewaken. Maar als ik u mag inspireren, dan zou ik zeker, misschien staat hij hier in de kast, en anders schaft u hem aan voor de hangmat in de zomer, het boek Citizens van John Alexander aanraden. Zijn er mensen bekend met dat boek? Dan is het fijn, want dan heb ik een goede tip. John Alexander die zegt, why the key to fixing everything is all of us. En daar mag u uzelf onder beschouwen dat als we hele grote transities met elkaar te maken hebben, dat ieder van ons dat burgerschap op een nieuwe manier kan invullen. En niet op een wijze zoals ze zeggen, nou ja, laat de economie maar draaien. Ik laat mij bedienen met al het goede. Maar ik neem echt actief een rol en ik neem ook actief keuzes. Dus dat alvast als kleine teaser voor het verhaal zometeen bij de verkenningen. En daar gaan we nu ook naartoe. Want ik zei al, die wordt in stereo tot u gebracht door professor Dr. Henri de Groot, hoogleraar regionaal economische dynamiek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Sinds jaar en dag het gezicht van de economische verkenningen, mooi om elkaar weer te zien. En dokter Arjan Heijma, adjunct directeur van SEO Economisch Onderzoek. En ze hebben een zeer gedegen verhaal
in best wel korte tijd, want het is veel materie, voor u klaarstaan. Nogmaals, als er vragen zijn, stel ze gerust via Slido. Mag ik dan ook in stereo een applaus? Dat lijkt me wel fijn. Dankjewel Marijke. En het is inderdaad een zeer groot genoegen, mensen, om hier deze 12e editie van de Economische Verkenning te mogen presenteren. Altijd weer een bijzonder moment om na een jaar nadenken over wat er allemaal aan de hand is in onze samenleving. Een samenvatting te geven van waar we toe zijn gekomen. En daar wil ik even als klein aftrapje een vraag aan u stellen. Ik mag het wel, u mag het niet rechtstreeks aan mij, maar ik ga toch een vraag aan u stellen. U bent hier allemaal gekomen vanmiddag, ongetwijfeld met een zekere gemoedstoestand van euforie vanwege de voetbalwedstrijd morgenavond. Maar ik ben geïnteresseerd in een wat breder kijkje in uw huidige gemoedstoestand. En dat mag met één woord, schreeuw iets, hoe bent u eraan toe vandaag, kijkend wat er allemaal om ons heen gebeurt? Somber gestemd. Somber, ja? Bezorgd. Verhit. Benauwd. Nieuwsgierig. Nieuwsgierig, heel goed. Anderen nog? Nee? Nou, dat helpt me al enorm, dus dank daarvoor. Want wat u waarschijnlijk wel weet van eerdere edities, is dat we met name de afgelopen jaren eigenlijk proberen via de kaft van het boekje een beeld te geven van de situatie van dit moment. En dat hebben we ook weer dit jaar gedaan. En om hem te onthullen, is dit de plaat van dit jaar. En een aantal van u zie ik nu lachen, die herkennen hem, denk ik. Kan iemand mij vertellen wat u hier ziet? De Melkwegbrug, inderdaad. De Melkwegbrug in Purmerend. En wat mij betreft is dit een beeld wat om heel veel redenen symbolisch is. Het is een beeld wat een brug verbeeldt, die ooit in de middeleeuwen de verbinding vormde tussen het platteland en de stad Amsterdam. En de brug was die ervoor zorgde dat de Amsterdammers aan hun melk kwamen. Dus daar een symbool. In een tijd waar we het hebben over elke regio die telt en een debat wat we straks ongetwijfeld verder gaan voeren. Het is ook een brug en een brug zegt iets over verbindingen. En tegelijkertijd, als u heel goed kijkt, ziet u dat het wel een zeer, zeer bijzondere brug is. Het is een brug die een verbinding legt, maar die ook duidelijk maakt en ook daar een beeld wat mij betreft aansluit bij het huidige tijdsgewricht, hoe we ons wel in toenemende mate in allerlei ingewikkelde bochten moeten wringen om die verbindingen überhaupt tot stand te brengen. En die bocht ziet u met die zeer hoge overloop, 12 meter hoog, heb ik me laten vertellen. Maar die ziet u ook doordat daaronder een zet loopt van maar liefst 100 meter lang en die op deze manier aangelegd moest worden om er en voor te zorgen dat de boten door konden varen, maar ook ervoor te zorgen dat de hellingshoek niet al te hoog werd. Nou, zie daar ons land ten voeten uit. Vele regels, zeer veel complexiteit, maar hoe we uiteindelijk ook met een Amsterdams architectenbureau en toch een kunstige verbeelding erin slagen om die verbinding toch iedere keer weer tot stand te brengen. En ik denk dat dat een beeld is wat past in het huidige tijdsgewricht. Een zoektocht die we denk ik allemaal doormaken. Maar ook een beeld wat duidelijk maakt. En kijkt u naar de fietsers en de wandelaars van een samenleving die toch ook de neiging heeft om de weg van de minste weerstand te kiezen. Ongeacht of u nu voetganger of fietser bent. En tot slot, twee dingen nog die ik hierover wil vertellen. Iemand die weet wanneer de brug geopend werd? Hier zitten de kenners, hè? Maar dat was het jaar 2012. En dat is toch ook wel een boeiend jaar, het hoogtepunt van de crisis. En hoe het verstandig is om ook in tijden van crisis door te blijven gaan met investeren. Dat is wat het beeld wat mij betreft ook wel een klein stukje weergeeft. En daarmee een beeld vol met symboliek voor het moment van nu. Dan naar die economische verkenningen. U weet, denk ik wel zo ongeveer, anders zouden we hier niet gezeten hebben, wat we al 12 edities doen. Ik heb inderdaad het voorrecht om dat iedere keer te mogen presenteren, zometeen ook samen met Arjen. Maar achter ons staat een breed team van onderzoekers die ik hier toch ook even wil benoemen. Dat is Stijmen van Bree van TNO en daarachter een groep mensen. Jesven Premchan, Arnoud Jongeling, Eldien Verwij en Marie-Lou Vlaanderen.
zonder wie deze editie ook niet tot stand zou zijn gekomen. Dus ik wil hen ook graag even in het zonnetje zetten. Nou, en wat we doen in deze verkenning, en dit verhaal is daar in zekere zin een vertrekpunt van, met elkaar nadenken over het verhaal van die metropoolregio Amsterdam. Een verhaal wat we samen maken en een verhaal waarvan ik hoop dat de evidence base die we hier proberen te bieden behulpzaam is. En een eerste figuur die ik u wil laten zien, die sluit denk ik naadloos aan bij het aftrapje wat ik zojuist koos toen ik u vroeg wat is uw gemoedstoestand. Want een van de figuren uit de economische verkenning laat zien hoe het zit met het vertrouwen in onze samenleving. U ziet hier op de verticale als het saldo van positivisten, of mensen die positief versus negatief naar de huidige situatie kijken. En eigenlijk twee dingen die hier wat mij betreft scherp uitspreken. We zien een grote volatiliteit in het vertrouwen, die alsmaar groter lijkt te worden. En we zien, ondanks, en daar gaan we zo meteen meer over zeggen, een economie die eigenlijk op heel veel opzichten floreert, toch zowel aan werkgevers als aan consumentenzijde een vertrouwen wat op dit moment per saldo negatief is. En dat hoor ik u eigenlijk allemaal zeggen toen ik naar uw gemoedstoestand vroeg. Ja, en als we dan wat dieper graven van waar zit hem dat dan in? Ja, ik denk dat er een aantal zaken zijn die hier belangrijk zijn om als context mee te geven. Dat zit hem natuurlijk in de alsmaar gespannener wordende geopolitieke verhoudingen. Dan kunnen we denken aan de Oekraïne, dan kunnen we denken aan het conflict in het Midden-Oosten, maar dan kunnen we ook aan de veel langere lijnen denken van de positiebepaling van China in de wereldeconomie. Kunnen we denken aan de aanstaande verkiezingen in november in Amerika. Dat zijn allemaal zaken die vergaande consequenties hebben, juist ook voor een kleine open economie als de Nederlandse. Dat is één element van onrust, zou je bijna kunnen zeggen. Een tweede element, en ik denk dat we dat ook moeten benoemen, zit hem in de politiek. En ik ga hier geen recensie geven van het hoofdlijnenakkoord, daar hebben we de tijd niet voor. Maar ik denk wel dat we met elkaar kunnen constateren dat we in een zeer ingewikkeld politiek tijdsgewricht zitten, waar ook vanuit de samenleving toch met een zeer beperkt vertrouwen met name naar de Haagse politiek wordt gekeken. Een politiek wat mij betreft, en dat wil ik er wel over zeggen, die zich toch steeds meer lijkt gekarakteriseerd te worden door een politiek van overpromise en daarmee uiteindelijk onvermijdelijk underdeliver. En dat is denk ik iets waar de politiek, en ik zeg het Herman Tjenk Willink na, waar we echt vanaf moeten om dat vertrouwen in de nationale politiek ook weer te herwinnen. En ik wil daar ook aan toevoegen dat als ik kijk naar wat er in de lokale politiek gebeurt, dat je daar eigenlijk veel meer positieve signalen ziet. Dus ik denk dat dat ook voor u als onderdeel van die metropoolregio Amsterdam in al uw verschillende rollen iets is om goed over na te denken hoe ontzettend belangrijk, juist in het huidige tijdsgewricht, die lokale politiek ook is om een antwoord te geven op dit gevoel van onbehagen wat we zien. Nou, wat daar overheen komt zijn een aantal hele grote uitdagingen die we iedere keer weer langs zien komen. Vanavond zien we hem letterlijk langskomen als het midden in de zomer code oranje is. Dan heb ik het over klimaatverandering. Nou, dat kunt u zeggen van, nou, dat noem ik weer, dat mag. Maar tegelijkertijd zien we daar ook een bepaalde trend in die wat mij betreft wel degelijk zorgelijk is. Daar moeten we iets mee. En het gaat niet alleen om klimaat, het gaat om de duurzaamheidsopgave. Het gaat om een aantal grote sociale opgaven. Het gaat om hoe we ons verhouden ten opzichte van een transitie rondom IT, digitalisering. Grote veranderingen die op ons afkomen, waar we iets mee moeten met elkaar. Ja, en als ik dan vervolgens kijk naar, ik zou bijna willen zeggen mijzelf als econoom. Ja, dan denk ik van ja, als ik dit allemaal zo op me af zie komen en waar zit hem nou dat lage vertrouwen, zou ik bijna willen zeggen, it's not the economy, stupid. Er is iets anders aan de hand in onze samenleving, wat veel dieper zit en daarmee denk ik ja, dat we in een tijdsgewricht zijn aanbeland en ik ben zo vrij geweest, Marijke, om niet de boeken hier uit deze bibliotheek te halen, maar uit mijn eigen bibliotheek, waar denk ik deze tijdsgeest op een fascinerende manier wordt verwoord door Martin Wolf met zijn zeer inspirerende boek The Crisis of Democratic Capitalism. Waar in een notendop hij eigenlijk tot de conclusie komt dat ons economisch stelsel
met een grote focus op een aandeelhouderskapitalisme, een beetje ziek is en een beetje veel ziek is en dat dat niet goed functioneert. En hij tegelijkertijd tot de conclusie komt dat wereldwijd ons democratisch stelsel eigenlijk ook niet goed functioneert, om vervolgens tot de conclusie te komen dat de economie een goed functionerende democratie nodig heeft, dat een goed functionerende democratie welvaart bij een goed functionerende economie. Ja, en als die allebei in crisis zijn, dan hebben we de megacrisis die, denk ik, velen van ons op dit moment ook wel een beetje voelen. Tegelijkertijd, en daarom raad ik hem u allen van harte aan, is het ook een boek wat aan het eind hoop biedt, omdat hij perspectief biedt op hoe het anders kan. Ja, dus een aanrader voor diegenen van u die wellicht vanavond of vrijdag de koffers gaan pakken. En dat zien we op een aantal andere plekken terugkomen. Ik heb hier ook de twee recente boekjes van de WRR, het boek Goede Zaken, waar eigenlijk een min of meer vergelijkbare analyse zit over gevestigde belangen en hoe dominant die zijn geworden. Maar ook zorgen die de WRR uit in hun publicatie, waar ze het hebben over de noodzaak om te komen tot een rechtvaardig klimaatbeleid. Kan iedereen dit meemaken? Die sociale versus die duurzaamheidstransitie zien we hier heel scherp verwoord. En uiteindelijk brengt dat me bij iets waar we vorig jaar mee begonnen zijn. En waar we gezegd hebben van ja, die focus op wat we brede welvaart noemen, zou wel eens een heel aantrekkelijke richting kunnen zijn om een beetje houvast te bieden en perspectief te bieden. Om een aantal redenen. We zijn zoekend naar die balans tussen dat economische, dat sociaal inclusieve en dat duurzame. Dat is precies waar brede welvaart toe oproept, om die balans te gaan zoeken. We worden geconfronteerd met een aantal fundamentele keuzes. En ik kan niet genoeg benadrukken hoe het maken van keuzes uiteindelijk inherent is aan het denken in termen van brede welvaart. En dat wordt nog wel eens vergeten, voeg ik daar dan ook aan toe. Brede welvaart heeft het risico in zich dat het een soort schaamlab wordt van ja, maar we denken toch over de brede welvaart na. Nee, brede welvaart vergt dat je de onvermijdelijke afruilen onder ogen ziet en daar vervolgens ook de keuzes aan durft te koppelen. En dat betekent dat we in de politiek na moeten denken over prioritering en fasering. Zaken waar we straks nog op terug zullen komen. En tot slot denk ik dat die brede welvaart ook een enorm behulpzaam instrument kan zijn om te komen tot een narratief. Een narratief waar je burgers mee kunt nemen in de onvermijdelijkheid van die keuzes. En daarmee de keuzes die je als politiek te maken hebt ook uit te kunnen leggen en burgers daarin mee te nemen. En dat is een verhaal wat ik eigenlijk lees op het moment dat ik het filosofisch essay van Tom-Jan Meeuws lees. Waar hij zegt, de duidelijkheid die een aantal politici op dit moment verkondigen is niet de duidelijkheid die ons verder gaat brengen. De wereld is complexer dan wat een aantal politici doen geloven. En brede welvaart legt precies die complexiteit en die onvermijdelijkheid bloot. En daarmee, wat mij betreft, ook een andere aanrader, zeg maar, om te lezen. Dus dat is, wat mij betreft, de context, het beeld waar we in zitten. En dan ga ik u nu in een wat groter tempo meenemen in een aantal inzichten uit deze economische verkenning. Want die brede welvaart zien we als een wenkend perspectief om na te denken over die keuzes en daarmee die evidence base te leggen onder de keuzes die de politiek te maken heeft. Nou, vorig jaar heeft u deze figuur gezien. Ik ga hem heel kort nog even uitleggen. Een figuur met de driehoek links die duidelijk maakt dat er doelen zijn die we nastreven op het gebied van sociaal linksboven, duurzaamheid rechtsboven en economie aan de onderkant. Waar we ergens in ons systeem, ergens in die driehoek zitten met een onvermijdelijke afstand tot al die doelen. Ja, en de vraag is, welke kant willen we opbewegen? En een andere vraag, en die zie je Martin Wolf heel uitgebreid beantwoorden, is dat hij eigenlijk zegt van ja, de focus heeft de afgelopen decennia wel heel sterk op de economie gelegen, waarmee we verder van dat sociale en dat duurzame af zijn gedreven. En daar hebben we op dit moment de koers te verleggen. Ja, en nogal wie dus dat je daarin vervolgens tegen allerlei gevestigde belangen aanloopt, zie daar de link naar het WRR-rapport, omdat er allerlei partijen zijn die met die ontwikkeling van de afgelopen decennia een zeer, zeer, zeer goede boterham hebben verdiend. Nou, het is die zoektocht naar balans waar we middenin zitten. Dus dat is
waar we hiertoe oproepen. Dat doen we niet alleen, nogmaals. Ik heb net een aantal instanties genoemd die dit doen. Wellicht aardig hier ook om te verwijzen naar een wel zeer recent rapport. Zo recent dat ik het niet op deze tafel kon leggen, omdat het vanochtend gepubliceerd is van de Raad van de Leefomgeving en de Infrastructuur, die met een advies zijn gekomen over waardevol regeren. Ook daar een oproep om brede welvaart handen en voeten te geven. En ik denk een advies, wat ik wel al in een eerdere versie heb gelezen, een aantal zeer, zeer nuttige zaken aan de orde stelt. Dus dat is volgens mij de richting die we op moeten, die we op kunnen. En wat we dan in deze economische verkenning doen, ja, is proberen dat concreet handen en voeten te geven. Aansluitend bij die hele rijke traditie die Nederland kent als het gaat om het denken in termen van brede welvaart. En ook aansluitend bij het wat mij betreft fantastische werk wat het Centraal Bureau voor de Statistiek al een aantal jaren doet op nationale schaal om de brede welvaart in ons land in kaart te brengen. Tegelijkertijd, en ik kan het niet nalaten om daar toch een kleine kritische kanttekening te plaatsen bij de meest recente publicatie van het CBS, op het moment dat we dan vervolgens zeggen dat uit de monitor brede welvaart blijkt dat Nederland op plek 2 in Europa staat, en ik citeer nu zo ongeveer de krantenkop, dan zijn we wel het kind met het badwater aan het weggooien. Op dat moment verwoordt brede welvaart weer tot een geaggregeerde indicator. En juist in dat aggregeren raken de afruilen waar ik het eerder over had uit zicht. En juist daar moeten we het gesprek over hebben. En juist daar is het ook cruciaal om te erkennen dat het bepalen van die gewichten, wat we waardevol vinden, uiteindelijk niet aan de econoom is, of niet aan de wetenschapper is, maar uiteindelijk een politieke keuze is. En daar is het denken in termen van brede welvaart en er echt dat doel- en denkkader van maken, zeer, zeer hard werken. Ik heb het afgelopen jaar redelijk wat presentaties hierover mogen geven. En geef dan ook wel altijd de waarschuwing dat het toepassen van brede welvaart niet voor luie bestuurders is. Ja, dat vergt heel hard werken op dit gebied. Nou, als we dan kijken wat we met de evidence kunnen doen, ziet u hier het rad wat we vorig jaar hebben geïntroduceerd. Een score van groter dan 1 is gunstig op die betreffende indicator en kleiner dan 1 ongunstig. Dus als u denkt van, oh jee, in Amsterdam zitten we ver van het café af omdat die score daar hoog is. Nee, die hoge score betekent dat we er dichtbij zitten. Het grapje wat ik vorig jaar ook gemaakt heb. Maar hoog is dus positief en in dit geval een lage afstand. Ja, zo hebben we het geïnterpreteerd. Nou, als we dan door onze oogharen heen kijken, omwille van de tijd kan ik hier niet al te diep op ingaan. Ja, wat is het beeld wat we hier zien? Het gebied van economie, zowel in de MRA ten opzichte van Nederland, Nederland ten opzichte van Europa en ook in de dynamiek. Eigenlijk rapportcijfers waar iedereen zo aan het eind van het jaar mee naar huis kan komen. Met wel de kanttekening dat juist op die arbeidsmarkt, en Arjen zal daar zo meteen veel dieper op ingaan, de krapte wel heel erg nijpend begint te worden. En dat is een groot vraagstuk. Je zou bijna kunnen zeggen, het gaat eigenlijk op de traditionele economische indicatoren. Je zou bijna kunnen zeggen, te goed. Op het moment dat we naar de duurzaamheid kijken, een gemengd beeld. Een gemengd beeld omdat we zien dat er in de dynamiek op allerlei onderwerpen vooruitgang wordt geboekt. Maar tegelijkertijd, als we in de metropoolregio Amsterdam kijken, als we kijken naar bijvoorbeeld de luchtkwaliteit, ja, dan is het hier niet al te best toeven. Als we daar tegenover kijken naar landbouwgerelateerde emissies, ja, dan is het hier prima toeven. Maar dan roep ik toch ook in herinnering dat het CBS benadrukt dat we ook in termen van hier versus elders moeten denken. En de Brabantse jongen in mij weet dat het niet in heel Nederland zo is dat het in de landbouw allemaal pais en vree is. Dus daar zie je ook de afruilen op dat schaalniveau. Ja, en tot slot, en dan echo ik eigenlijk wat ik eerder al zei, als we dan kijken naar die sociale indicatoren, ja, dan zien we daar in de MRA ten opzichte van Nederland, maar ook in de dynamiek, toch wel een aantal zorgelijke ontwikkelingen. Kijk bijvoorbeeld naar vrijwilligerswerk, kijk naar de sociale cohesie. Daar zien we een aantal ontwikkelingen die duidelijk niet de goede kant op gaan. En ik denk ook een belangrijk veegteken zijn waar we linksom of rechtsom iets mee moeten.
Deze plaatjes hebben we ook voor alle deelregio's. Ik kan daar nu niet op ingaan. Diegenen van u die het interessant vinden om daar een keer de diepte in te gaan, graag bereid om daar ook later in het jaar nog eens een keer dieper met elkaar op in te gaan. Dus dit is wat we hier gedaan hebben. Dan toch even om de mindset te bepalen, een aantal plaatjes die iets zeggen over de economische kant. Hier ziet u het klassieke plaatje van de ontwikkeling van het bruto regionaal product. Eigenlijk een beeld wat we al een aantal jaren zien. Metropoolregio Amsterdam, die relatief volatiel is in zijn economische ontwikkeling. Als het internationaal even tegen zit, zit het hier extra tegen. Maar vervolgens blijkt die regio ook iedere keer weer enorm weerbaar en wendbaar te zijn. Heel snel terug te veren. En eigenlijk al sinds het midden van de jaren 90 zo gemiddeld 0,5% tot 1% sneller groeit dan het gemiddelde in Nederland. Ja, dat is het economische beeld wat hieruit komt. Ja, en als we een stapje verder kijken naar de Europese schaalniveau, dan zien we dat ook binnen de Europese context die metropoolregio Amsterdam in vergelijking met andere metropolen het eigenlijk zeer, zeer gunstig doet in economische zin. Ja, met tegelijkertijd in Europa, en Arjen gaat daar straks wat dieper op in, ook wel een aantal grote aandachtspunten, met name rondom het vraagstuk van productiviteitsgroei. Thema waar we straks dieper op in zullen gaan. Ja, en dan tot slot, waar komt die groei vandaan? In het derde hoofdstuk maken we een mooie decompositieanalyse. Hier ziet u dat beeld wat ik eerder schetste. De blauwe lijn, de ontwikkeling die de MRA doorgemaakt zou hebben op het moment dat de MRA het Nederlandse groeipad zou volgen. De rode lijn is het feitelijke groeipad wat de MRA volgt. En als u naar de verschillen aan het einde kijkt, het zijn allemaal indexgetallen, dan ziet u dat de MRA zo'n ruim 20% harder gegroeid is dan Nederland als geheel. En waar zit hem dat in? Voor een stukje zit hem er dat in. In het feit dat de MRA sectoren herbergt die ook in Nederland gemiddeld hard groeien en relatief groot zijn. Dat is puur een gevolg van de compositie. Maar voor een deel zit hem er ook in het feit dat de economische groei in een groot aantal sectoren relatief gunstig is in een verstedelijkt gebied zoals de MRA. Ja, dat noemen we ook wel een agglomeratie-effect. Nou, het is een combinatie van die twee, pak een beet, 50-50, compositie versus betere productiviteitsgroei. Deze sla ik over. Het is één laatste slide die ik u wil laten zien om die sociale dimensie wat verder in kaart te brengen. En iedereen zal hier denk ik verschillende emoties bij hebben op het moment dat u deze figuur ziet. Het positieve verhaal is dat als we kijken naar de armoedestatistieken, zowel voor huishoudens als kinderen in armoede, dat we de afgelopen 10, 11 jaar een fascinerende daling van deze armoedecijfers op alle fronten hebben gezien. Dat is het positieve verhaal. Kijken we vervolgens wat dieper naar de metropoolregio Amsterdam in vergelijking met Nederland, ja, dan zien we dat de armoedeproblematiek hier groter is dan in Nederland en in Amsterdam nog weer wat groter dan in het overige deel van de MRA. Dus een gemengd beeld daar wat mij betreft duidelijk maakt met een knipoog naar een publicatie eerder dit jaar dat elke regio anders knelt. En ik denk dat dat een wenkendere manier is van vertellen wat er aan de hand is dan de titel Elke regio telt. Als we naar de ongelijkheid kijken, en daar kom ik straks in het tweede deel nog wel wat op terug, dan zien we een beeld waar de ongelijkheid in Nederland, ook in Europees perspectief, zeker als we naar inkomens kijken, laag is. En tegelijkertijd zien we wel dat juist in de metropoolregio Amsterdam, en dan met name ook in Amsterdam, we die ongelijkheid wel op zien lopen. En straks ga ik nog wat dieper in op de woningmarkt en dan komt dit nog terug. Dus even als tussenconclusie voordat ik hem aan Arjen overgeef. Ik denk een regio waarvan we kunnen zeggen dat die nog steeds krachtig en weerbaar is, maar wel met een aantal grote onzekerheden die ik aan het begin benoemd heb. Die economische ontwikkeling is gunstig, ook in Europees perspectief, daar eigenlijk geen zorgen. Die duurzaamheidstransities die zijn op gang, maar hebben nog een grote weg te gaan. Daar gaan we straks ook wat dieper op in. Sociale dimensies heb ik net iets over gezegd. En ja, ik denk het vraagstuk van dit moment is toch het vraagstuk van de enorme krapte op de arbeidsmarkt. En daar wil ik nu Arjen het woord voor geven. Arjen. Dankjewel. Dankjewel, Henry. Ja, nou, dan mag ik de krapte doen.
mooi verhaal, Henry, tot dusver. Jij komt straks nog terug, dat heb je al aangekondigd, dus ik moet me ook netjes aan de tijd houden. Dus ik laat de boekentips even achterwege. Ik mag het over de arbeidsmarkt hebben en het grote probleem van de krapte. Nou, het is maar net, is het glas half vol of half leeg? Je kan namelijk zeggen van, we hebben een probleem, we hebben een enorme krapte op de arbeidsmarkt. We kunnen ook zeggen, die arbeidsmarkt die werkt zo goed in Nederland, dat we er ontzettend vaak een beroep op doen. He, dus we willen alles in Nederland, willen we via de arbeid, de input arbeid, regelen. Ik ga heel even terug naar het plaatje van Henry, even kijken, waar is die? Deze. He, want dit is een prachtig plaatje natuurlijk met de MRA helemaal rechts daarbovenaan met een prachtige groeicijfers. Maar ook hele grote werkgelegenheidsgroei. Wij doen in de MRA en in Nederland doen we heel veel dingen met arbeid. Nou, en dus is het ook niet zo verkeerd of niet zo vreemd dat het op een gegeven moment een beetje klaar is met die arbeid. Dat het op is. En natuurlijk, nog niet iedereen is aan het werk. Maar we zitten er wel heel erg dicht tegenaan. Nou, ik heb hier een plaatje van de vacatures, vacaturegraad. Dus het aantal banen per 1000 werknemers. Arbeidsplaatsen. En daar zie je dat we enorme groei van die vacaturegraad hebben gekend na corona. En dan vervolgens zwakt het weer wat af. Nou, het is nog steeds 44 vacatures per 1000 arbeidsplaatsen. Dat was op het hoogtepunt 60, maar het is significant groter dan wat we voor de coronacrisis hadden. En toen was het ook al krap, die arbeidsmarkt, maar het is nog veel krapper geworden. Nou, waar ligt dat aan? Dat is natuurlijk deels conjunctuur. Je ziet hier de conjuncturele trend zie je ook in. Hè? Dus de dip in corona en de enorme groei daarna. En die groei, die economische groei, zwakt wat af en dus zie je een daling. Maar de onderliggende reden is natuurlijk vergrijzing. Kijk, een arbeidsmarkt, ik ben arbeidseconoom, dus wij geloven heilig dat vraag en aanbod op den duur weer in evenwicht komt. Maar vergrijzing zorgt ervoor dat voortdurend de vraag achter het aanbod aanloopt. En dat betekent dat die krapte steeds verder toeneemt. Dus dat is echt de kern. Nou, wat zijn dan oplossingen voor die krapte? Laten we het daar eens dan over hebben. Wat moeten we doen om te zorgen dat vraag en aanbod weer dichter bij elkaar komen? Nou, heel simpel. We zorgen dat het aanbod groter wordt. Dat is de ene kant, meer aanbod. Andere kant, we zorgen dat er minder vraag is. Dat is ook een eenvoudige zin, maar wel een moeilijke oplossing. En het andere is een betere aansluiting tussen vraag en aanbod. Nou, als we die verschillende oplossingen afpellen, dan is het beeld best wel moeilijk. Waarom? Als we naar de arbeidsaanbod kijken. Als we naar de arbeidsparticipatie kijken, en ik laat daar zo allemaal plaatjes voor zien, maar ik doe eerst even het verhaal. Als we naar de arbeidsparticipatie kijken, dus hoeveel mensen doen mee op die arbeidsmarkt, dan is dat gigantisch hoog in Nederland. En dat is bijna niet verder te verhogen. Dus daar is eigenlijk weinig meer te halen. Nou, dan kan je zeggen, we gaan de mensen die niet werken, maar eventueel wel zouden willen of kunnen, gaan we beter benutten. Het onbenut arbeidspotentieel. En waar er allerlei cijfers circuleren van 1,2 miljoen. Nou, als je dat gaat afpellen en kijkt hoeveel er overblijft, dan is dat maar een paar procent van de beroepsbevolking die je echt nog extra kan inzetten. En daar zien we dat die de afgelopen jaren enorm kleiner is geworden. Dus we zijn erin geslaagd om mensen die langs de kant stonden, maar op zich wel ergens wilden werken of konden werken, toch naar die arbeidsmarkt te lokken. Dus ook daar is het potentieel langzamerhand een beetje aan het opraken. Nou, dan hebben we nog arbeidsmigranten. We hebben ook een fantastische groei in arbeidsmigranten en kennismigranten. Dat is een oplossing voor korte termijn. Want ook die mensen worden weer ouder, consumeren weer, hebben zorg nodig enzovoort. Dus dat is niet een oplossing in ons dichtbevolkte landje om de arbeidsaanbod structureel te vergroten ten opzichte van de vraag. Nou, dan hebben we. Oh, ik ga te snel. Dan hebben we de arbeidsvraag. Hoe kunnen we de arbeidsvraag verminderen? Dat is de zorgen dat we meer doen met dezelfde mensen, de arbeidsproductiviteit verhogen. Daar doen we verwoede pogingen toe, maar de trend is de andere kant op. Dus de arbeidsproductiviteitsgroei
die wordt steeds kleiner. Dus de groei wordt kleiner. Niet, hij daalt niet, maar de groei wordt kleiner. En dan kan je ook nog denken aan een andere sectorstructuur. Hebben we alle arbeidsintensieve sectoren in Nederland wel nodig? Is een overweging, hè? Maar laat ik daar niet te ver op ingaan. Nou, dan kunnen we nog voor de regio kijken. Kunnen we mensen van elders vandaan halen? Hè? Als we zorgen dat elders mensen in de MRA willen werken, dan kunnen we de krapte in de MRA ook misschien verminderen. Maar wat zien we sinds zeg maar de 2019, de tijd voor corona, dat die inkomende pendel eigenlijk kleiner is geworden en de uitkomende pendel juist groter. Ik wil maar verder, maar ik heb nog steeds niet alles afge... Ja, en dan hebben we tot slot die betere aansluiting tussen vraag en aanbod. Ja, daar zit natuurlijk daar zit veel potentie ook. Dat betekent, hè, want ik heb het nu alleen maar over poppetjes gehad. Als je de aansluiting beter maakt in wat mensen kunnen, hè, dus leven lang ontwikkelen, beter opleiden enzovoort. Aan de ene kant. Aan de andere kant zorg je dat mensen makkelijker inzetbaar zijn. En daar zijn we al in Nederland kampioen in, met flexibele arbeid enzovoort. Dan krijg je die vraag en aanbod beter op elkaar aangesloten. Is al heel veel ingedaan en daarom zijn we zo verslaafd aan arbeid in Nederland. Nou, dan eerst even die arbeidspassie. Ik heb net het verhaal verteld wat er wel en niet kan. En nu ga ik ook de cijfers erbij laten zien. Dit is de bruto arbeidsparticipatie. Dat rode lijn is dan MRA en die blauwe lijn is dan Nederland. Nou, die ligt in Nederland hoog. Dit is de 15 tot 74-jarigen. Dus die zitten ongeveer op 75-76%. Nou, je ziet daar een enorme groei in geweest. Het is op een gegeven moment wat gestabiliseerd. Is door de krapte weer wat hoger gekomen, maar de rek is er echt wel uit. En waar zit die rek nog? Dat zit nog een beetje bij ouderen en dat zit nog een beetje bij basisopgeleiden. Daar zit nog wat rek, maar niet heel veel meer. Als je dit vergelijkt met andere Europese landen, maar ook zeg maar met OECD-landen, dan zie je dat wij echt bij de top horen van qua arbeidsparticipatie. Als het gaat om aantallen mensen. Hè, als het gaat om uren, dan valt het wel weer wel mee. Want in Nederland wordt er heel weinig per persoon gewerkt. Overigens niet het laagste van Europa, hè, dat zeker niet. Nou, dat is de participatie, weinig meer te halen. Dan hebben we het onbenut arbeidspotentieel. En het onbenut arbeidspotentieel bestaat uit verschillende deelgroepen. Van hier van links naar rechts, de niet-werkende, dat rode dingetje, mensen die gezocht hebben, maar eigenlijk niet beschikbaar zijn. Nou, dat verandert weinig. Dan heb je nog de niet-werkende, die zijn wel beschikbaar, maar die hebben niet gezocht. Hè? Dus als je ze uitnodigt, dan zouden ze kunnen gaan werken. Dat is iets kleiner geworden. Dan heb je een vrij grote groep, de werkloze beroepsbevolking. Die is daadwerkelijk ook echt kleiner geworden. Dit is 2021-2022 dus. En dan de grootste, of de groep die het meest is gekrompen tussen 21 en 22, dat zijn de werkenden die wel meer uren wilden. Dus die part-time werken en wel meer uren wilden werken. Dus mensen zijn over het algemeen meer uren gaan werken. Hè? Dus het is altijd zo'n mantra van in Nederland werken we heel weinig uren en we krijgen mensen niet meer uren aan de slag. Nou, dat is wel degelijk het geval geweest. Waardoor die hele groep van onbenut arbeidspotentieel een stuk kleiner is geworden. Dus we hebben veel meer mensen actief gekregen en meer actief gekregen op de arbeidsmarkt. Daar zit dus ook niet zoveel potentie meer in, potentieel. Nou, als je dan ook kijkt naar de werkloosheid, een plaatje nogal conjunctuurgevoelige, maar die zit ongeveer op zo'n, net boven de 3%, dat noemen wij economen frictiewerkloosheid. Want dat betekent eigenlijk dat het mensen zijn die tussen twee banen inzitten. Hè? Dus die 3%, dat is een soort minimum wat je krijgt doordat mensen mobiel zijn op de arbeidsmarkt. En dan is ook nog eens zo dat de mobiliteit op de arbeidsmarkt nog enorm is toegenomen. Dus die 3% nu is eigenlijk veel krapper dan die 3% bijvoorbeeld voor de kredietcrisis.
De woon-werkpendel. Krijgen we mensen van buiten de regio naar de regio? Nou, twee cijfers zijn in dit hele plaatje van belang. Dit laat gewoon de pendelstromen zien van mensen die hier werken, wonen en werken. Mensen die elders wonen en hier werken enzovoort. Nou, twee cijfers zijn van belang. Die -17% die hier staat en de 15% die helemaal recht staat. Namelijk, wat is er gebeurd? De mensen die van buiten de MRA hier zijn komen werken, dat zijn er 17% minder dan in 2019. Dus voor corona werkte er 17% meer mensen van buiten de MRA in de MRA dan nu. Tegelijkertijd, mensen die hier in de MRA wonen en elders zijn gaan werken, daar zit een groei in van 15%. Dus in tegenstelling tot de behoefte van de MRA om meer mensen hier aan te trekken, om hier aan de slag te gaan, is er een tegenovergestelde trend geweest. En dat heeft natuurlijk alles te maken met corona. Dus dat is één. Dus mensen die wilden misschien niet meer in de stad werken, liever elders. Nou, krapte elders, hè. Er is niet alleen in de MRA is er krapte, maar ook elders, dus dat kan een reden zijn. En dan hebben we nog iets wat met de woningmarkt te maken heeft, namelijk dat mensen hebben besloten om elders te gaan werken en daar, of te gaan wonen en daar ook werk te zoeken. Nou, over de woningmarkt gaat Henry zo nog in. Dan hebben we nog de mogelijkheid om de arbeidsaanbod te vergroten via de arbeidsmigratie. Dit is een plaatje uit een andere studie die wij hebben gedaan, waarin we een afruil maken tussen arbeidsmigratie, technologische innovatie en vakmanschap. Dit laat zien dat zwarte blokje, dat is de ontwikkeling van het aantal arbeidsmigranten, inclusief kennismigranten, in FTE, hè, dus niet aan poppetjes, maar echte uren die ze maken, over de jaren. En je ziet na de kredietcrisis 2014 dat het enorm stijgt. Dan daalt het weer wat met corona en daarna stijgt het hard door. Nou, wat zijn dat nou voor mensen? De laatste jaren, vooral 22, 23, is het aandeel kennismigranten daarin echt enorm gestegen. En dat zie je ook in de, nou ja, dat zullen we straks ook in de andere cijfers nog zien. Nou, dus dat was allemaal, zeg maar, vergroten van aanbod. Dat valt nogal mee dus, daar zit niet heel veel rek in. Dan moet je het misschien aan de andere kant het vergroten van arbeidsproductiviteit, zodat je de arbeidsvraag verkleint. Nou, dit is het plaatje van de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit door de jaren heen. De rode lijn weer MRA, de grijze lijn de rest van Nederland. En daar zie je dat de arbeidsproductiviteitsgroei, in ieder geval in de MRA, sneller gaat dan in de rest van Nederland. Waar je echt ziet dat die groei afvlakt in de rest van Nederland, daar blijft die redelijk intact in de MRA. Dus dat is het goede nieuws. En we zien na die dip, de coronadip, dat die eigenlijk weer terug is op het oude groeipad. Nou, datzelfde had je een beetje na de kredietcrisis. Dus dat is op zich het goede nieuws, maar om de arbeidsvraag echt te verminderen, moet die nog veel sterker eigenlijk gaan stijgen om de verwachte krapte, de verwachte vergrijzing op te vangen. We zien in 2023, dat zult u in het boekje zien als u dat gaat bekijken, zien we een enorme groei in de arbeidsproductiviteit in een aantal sectoren, waaronder de horeca. En ook in de energiesector bijvoorbeeld, dat heeft vooral te maken met het feit dat we, als we naar arbeidsproductiviteitsontwikkeling kijken, dan kijken we eigenlijk naar de waarde van de productie en dat delen we dan door het aantal mensen die daarvoor zorgt. En we zien dat in de horeca, daar is krapte, hè, dus daar wordt veel waarde gecreëerd met weinig mensen. Maar we weten ook allemaal dat een biertje of een kopje koffie op een terrasje niet meer wat is, hè, in termen van prijzen als dat het was 10 jaar geleden. Dus daar wordt de arbeidsproductiviteit vooral in de prijzen gereflecteerd. Nou, nog even de arbeidsproductiviteit. Hier is nogmaals een plaatje van de ontwikkeling waar je ziet dat van onder naar boven, dat is de ontwikkeling in de tijd. Hè, dus bovenaan
de laatste 2 jaar. Die grijze balkjes, daar zie je echt wel een neergaande trend qua arbeidsproductiviteitsgroei. In Amsterdam zag je dat ook, of sorry, in MRA zag je dat ook. Maar zie je de laatste paar jaren een opleving van de arbeidsproductiviteit. Op lange termijn kunnen we ons wel zorgen maken of dat doorzet. En daar zijn verschillende redenen voor. Die arbeidsproductiviteit groeit. Een hele belangrijke reden is natuurlijk de sectorsamenstelling. Juist omdat bepaalde sectoren een kleine arbeidsproductiviteitsgroei kennen, blijven daar veel mensen werken. En die gaan steeds groter deel van de economie uitmaken. Dus dat is natuurlijk een deel van de verklaring. We kunnen onze vraagteken zetten bij de kwaliteit van onze scholing. Daar zijn voldoende publicaties over verschenen. Dat is natuurlijk wel essentieel om die arbeidsproductiviteit op peil te houden. Investeren in innovatie is een hele belangrijke. Gebeurt dat voldoende? Dat kan altijd meer. In deze regio denk ik best wel veel. Dat is een belangrijke. Vergrijzing wil ik toch ook heel graag noemen. Wat zien we met vergrijzing? Niet alleen maar dat we heel veel nieuwe mensen nodig hebben op die arbeidsmarkt, die misschien ook weer nieuwe skills meebrengen en zo. Dus dat is het positieve verhaal. Het negatieve verhaal is toch echt wel dat er mensen weggaan die heel veel human capital meenemen. Eigenlijk dat niet meer inzetten op die arbeidsmarkt die wel heel erg nodig zijn. Als ik maar even noem de planners bij ProRail, hè, de mensen die daar vergrijzen en wegvallen. We hebben allemaal gezien wat dat voor effecten heeft op de dienstregeling. Dat is dus echt wel een aderlating voor je arbeidsproductiviteit. Henry heeft net een plaatje laten zien van de groei. Productiviteitsgroei in de regio. Ik heb hetzelfde plaatje voor de werkgelegenheid. Natuurlijk moeten die in elkaars verlengde liggen, maar het laat zien dat de werkgelegenheidsgroei, de rode lijn in de MRA, een stuk hoger ligt dan landelijk. En ook daar geldt weer een sectoraal groeieffect en een samenstellingseffect. Dus een samenstellingseffect. Grote sectoren die groeien en binnen die sectoren is er ook meer werkgelegenheidsgroei binnen de MRA dan daarbuiten. Klinkt allemaal heel mooi. En 10 jaar geleden was dat vaak een van de grootste doelstellingen van gemeenten om te zorgen dat er een grote werkgelegenheidsgroei was, want dan kwam iedereen aan de slag. Het is nu anders. Die werkgelegenheidsgroei vraagt heel veel van de beroepsbevolking en misschien moet je juist wel ernaar willen streven om te zorgen dat met die hoge productiviteit dat de werkgelegenheidsgroei beperkt blijft. Overigens moet ik hierbij wel zeggen dat de groei van de werkgelegenheid absoluut groter is dan de groei van de toegevoegde waarde, dus dat de arbeidsproductiviteit stijgt. Tot slot, een laatste plaatje, denk ik wel belangrijk, want ik zei het al, ik heb het vooral over poppetjes gehad, maar het gaat natuurlijk ook om wat poppetjes kunnen. En dit plaatje laat zien het percentage werkgevers met onvoldoende voor het werk toegeruste werknemers. Dat wordt gevraagd aan werkgevers. Is iedereen voldoende toegerust? Dan zie je, dat is dan 10% ongeveer van de werknemers, is niet voldoende toegerust volgens werkgevers. Maar dat is stijgend, zowel in Nederland als in de MRA. Dus dat is het eerste plaatje. Het tweede gaat over overgekwalificeerde werknemers. En het derde over ondergekwalificeerde werknemers. Alle plaatjes die laten zien wat de aansluiting is tussen wat mensen kunnen en wat van ze worden gevraagd, die laten zien dat dat steeds verder uit elkaar gaat lopen. En dat ligt ook natuurlijk aan wat er aan ze wordt gevraagd. Maar dat is echt een belangrijke reden om te zeggen, we moeten enorm investeren in de kwaliteit van de beroepsbevolking. En dat doen we onder andere door leven lang ontwikkelen. Dat was de arbeidsmarkt. Daar hebben we nog een knelpunt. En daar gaat Henry ons weer. Sterker nog, we hebben er nog 3. Maar
Ik besef dat de informatiedichtheid hoog is, dus ik ga proberen zo snel als mogelijk tot een afronding te komen, zodat er ook ruimte is voor vragen. Maar inderdaad, ik denk een mooi bruggetje tussen het verhaal van Arjen en de laatste dingen die ik u nog mee wil geven, is deze figuur die iets laat zien over de ontwikkeling van de bevolking in deze regio. En daar zien we met name sinds, nou ja, pak een beet, 2015, toch wel een fascinerende ontwikkeling in deze regio, dat voor het eerst sinds de late jaren 70 we een ontwikkeling zien waar het binnenlands migratiesaldo in deze regio negatief is. Betekent dat Nederlanders per saldo de regio verlaten. De bevolking groeit nog steeds en dat heeft alles te maken met het buitenlands migratiesaldo, wat dusdanig positief is dat het negatieve binnenlands migratiesaldo overtreft. En daar is het stapje heel eenvoudig naar een volgende, wat meer korte termijn knelpunt, maar daarmee niet minder urgent. En dat is wat er op onze woningmarkt aan de hand is. Hier ziet u de ontwikkeling van woningprijzen. Nou, diegenen van u met kinderen op zoek naar een woning, die kunnen deze figuren, nou, ik zou bijna willen zeggen, dromen of krijgen er nachtmerries van. Dat weet ik niet precies. Maar in ieder geval wat we hier zien is in Amsterdam prijsontwikkelingen die sinds 1995 zo ongeveer 6 keer over de kop zijn gegaan. Kijken we naar de MRA, dan zijn ze ongeveer 5 keer over de kop gegaan. En kijken we naar Nederland, dan hebben we het over een factor 4,5. Enorme verschillen in de mate waarin prijzen zijn toegenomen. En, zegt de econoom in mij dan, enorme verschillen in de bereidheid tot betalen van mensen. Dit is een reflectie van het feit dat mensen hier dol en dolgraag willen zitten en dit blijkbaar ervoor over hebben. Diegenen van u die hier een opmerking over horen over het huidige woningmarktbeleid en waar we aan het bouwen zijn, die horen dat goed. Ja, ik denk dat het spreidingsbeleid waar we nu toch weer wat zwaarder op inzetten, voor een deel ook heroverwogen moet worden. De simpele logica die schrijft toch voor dat je daar moet bouwen waar de vraag het hoogste is. Hoe ingewikkeld dat ook kan zijn. Ja? Dus dat is in ieder geval iets wat we zien. We bouwen bij, ja, dat is wat we hier zien. We zien dat we in een regio zitten waar de groei van de woningvoorraad groter is dan de groei van het aantal inwoners. En wat dat ook voor een stukje zegt, is dat we in een regio zitten met de forse mate van huishoudensverdunning. Ja, dat heeft deels te maken met mensen die scheiden. Dat heeft ook deels te maken met de vergrijzende samenleving, waar steeds meer ouderen en alleenstaande ouderen wonen. En waar volgens mij een van de grote manieren waarop we dynamiek op die woningmarkt tot stand kunnen brengen, is toch heel goed na te denken over het vraagstuk van doorstroom op die woningmarkt. Ik denk dat dat een, als we kijken naar de toekomst, die vergrijzing waar Arjen het al over had, een minstens zo kansrijke optie is om daarop in te zetten, dan door nu te denken van, goh, we hebben jonge mensen die een woning zoeken, laten we nu voor jonge mensen gaan bouwen. Als we kijken naar de demografische transitie, is dat niet de meest voor de hand liggende oplossing. Ja, en als we dan kijken naar die dynamiek die ik eerder liet zien, ja, dan zien we hier toch een plaatje wat denk ik wel heel interessant is, wat laat zien van wat zijn nou de mensen die sinds 2015 hier de regio in kunnen komen. Ja, en met name als u naar dat blauwe lijntje kijkt, de forse toename van mensen met 2x modaal inkomen of hoger, en daartegenover de forse afname van de mensen met een modaal inkomen of lager, is iets waar ik, nou, in ieder geval de politiek toe op wil roepen om over na te denken. Ik gaf eerder aan, dit zijn uiteindelijk gevolgen van keuzes die we maken. Dit zijn zaken om over na te denken. Ik vind er als mens iets van. Als wetenschapper kan ik alleen maar de cijfers laten zien. En aangeven dat dit in ieder geval wel iets is wat voor een inclusieve woningmarkt een veeg teken is. Eerder zei ik al iets over de verduurzaming. Dit plaatje laat eigenlijk het positieve beeld zien van een verduurzaming die onderweg is. Wat ziet u in dit plaatje? U ziet op het horizontale plaatje de groei van de toegevoegde waarde. Of op de horizontale as en op de verticale as ziet u het finale energieverbruik. En wat betekent dit plaatje? Eigenlijk al die punten die onder de 45 graden lijn liggen, zijn sectoren waar de groei van het energieverbruik kleiner is dan de groei van de productie. Met andere woorden, de energieintensiteit gaat omlaag. Ja, die transitie, die zien we, die is ingezet, die is op gang. En tegelijkertijd, en nou, u kunt er de publicaties van het PBL op naslaan, u kunt er de recente evaluatie van het hoofdlijnenakkoord van het PBL op naslaan. Ja, we zijn onderweg, maar nee,
dit is niet snel genoeg om de ambities die we ons gesteld hebben te halen. Dus hier is nog ontzettend veel werk aan de winkel, ondanks dit positieve verhaal wat we in de aanzet zien. Maar dit is echt het begin van een transitie waar we doorheen willen met elkaar. Ik voeg daaraan toe, en diegene van u die de krant leest, denkt misschien van, goh, dat heeft hij gisteren opgeschreven, maar dit is een oproep die al zo'n 10, 15 jaar resoneert. Pas alsjeblieft op, klimaat is ontzettend belangrijk, maar er komen een aantal grote vraagstukken op het gebied van biodiversiteit, op het gebied van water op ons af. Dat zien we al heel lang aankomen. En het is echt van het meest urgente belang om die uitdagingen ook echt onder ogen te zien en te voorkomen dat we daarmee pas 2.0 met elkaar aan het creëren zijn. Want dat is wat er op ons afkomt als we dit niet serieus nemen. Dan een laatste oproep, en ik begon daar in zekere zin mee en ik wil ermee eindigen. Ik denk dat dit bij uitstek het moment is om tegen de achtergrond van die gemoedstoestand die u aan het begin met mij deelde, te beseffen hoe dat samenwerkingsverband, wat die metropoolregio Amsterdam is, een schaalniveau biedt. Wat deze regio past. U heeft het mij eerder horen vertellen. De overtuiging wordt eigenlijk met het jaar groter. En dit is echt het moment dat er juist vanuit die samenwerking de grote vraagstukken over bijvoorbeeld de onbalans tussen wonen en werken, waar Arjen het over had, waar ik het over had, mee aangepakt moeten worden. Ondanks die verschillende groeisnelheden, ik denk die verschillende groeisnelheden, daar kunnen we ons misschien wat druk om maken met elkaar. Ik voeg er heel graag aan toe dat de plekken waar de economische groei het hoogst is in deze regio, tegelijkertijd ook de plekken zijn waar de werkloosheid het hoogst is. Dus de regio's om dat kerngebied heen, die profiteren op die arbeidsmarkt daar ook van mee. Zie jezelf als een onderdeel van een veel groter geheel, waar iedere deelregio zijn eigen unieke mooie elementen heeft toe te voegen aan dat samenwerkingsverband. En ik denk dat er wat dat betreft met de MRA-agenda die op dit moment in ontwikkeling is, een gouden kans ligt om deze samenwerking verder handen en voeten te geven en nog concreter te maken. En ja, daar heb je het Rijk voor nodig om de kaders te stellen, om daar binnen je werk te kunnen doen. Maar wees je ook bewust van het feit dat er in de regio heel veel eigen initiatiefmogelijkheden liggen en omarm die. En dat brengt me bij een soort van conclusie. Die regio die is krachtig, die is weerbaar, maar die onzekerheden zijn groot. En voor mij is toch het sleutelwoord het tanende vertrouwen. Dat is iets wat me grote zorgen maakt, als mens ook. Ik denk dat we dat allemaal ervaren. Nou, dat is misschien een net iets andere manier dan om een aantal van de dingen die straks genoemd werden te benoemen. Die tekorten op de arbeidsmarkt waar Arjen het over heeft, helemaal eens dat dat voor de komende decennia het vraagstuk gaat blijven. Als we kijken naar de vergrijzingsplaatjes, we ain't seen nothing yet, zou ik daar willen zeggen. Dat gaat alleen nog maar versnellen de komende decennia. Dat is een groot vraagstuk om rekening mee te houden. Over die brede welvaart heb ik van alles gezegd. Waarom ik dat als een wenkend iets zie, dat kan uiteindelijk maken dat we die echte keuzes onder ogen gaan zien. Dat we wegbewegen van die compensatiesamenleving waar Pieter Hazekamp ooit wat kritische opmerkingen over gezegd heeft. Dat we invulling kunnen geven aan die oproep van Herman Tjenk-Willink om groter te denken en kleiner te doen. En uiteindelijk met elkaar aan die burger dat eerlijke verhaal te vertellen. Zoals Lincoln ooit al zei, you can fool all people some of the time and you can fool some people all of the time. But you can't fool all people all of the time. En laten we ons dat ter harte nemen op het moment dat we nadenken over verstandig beleid. Nou, de uitdagingen hebben we het over gehad. Arjen had het over investeringen en zie dat als een laatste oproep ook richting het kabinet. Als we kijken wat er op dit moment op ons afkomt, en ik zeg dat ook als lid van een academische gemeenschap, dan zijn we wel heel erg hard bezig met elkaar om grote risico's te lopen, om die weerbaarheid en die wendbaarheid ook echt intact te houden. Dus investeringen in de lange termijn, in de toekomst, waren belangrijk, zijn belangrijk en blijven belangrijk. En waar het in Den Haag niet gebeurt, laten we proberen om het hier dan in ieder geval wel met elkaar te doen. En daar wil ik het bij laten bereiken. Heren, beide dank.
En voordat wij ook overgaan naar het overhandigen van die verkenningen, want het is altijd ook een, wat je zei, een monsterproductie met een heleboel mensen. En dan wil je dat ook graag laten zien en verder brengen. Een aantal vragen uit de zaal. Ik had u al gewaarschuwd, streven naar volledigheid, dat gaat ons niet lukken in deze korte tijd. Maar Erik heeft een hele praktische vraag. Welke sector met een hoge arbeidsproductiviteit en bijdrage aan brede welvaart heeft de kans om in de MRA verder te groeien? En welke sector zou moeten dalen? En er is ook een aantal andere vragenstellers die zegt, ja, we zien hele grote distributiehallen en er wordt vaker gesproken over, ja, de eerstvolgende grote modeketen waarvan ik de naam niet zal noemen. Is dat nou wat helpend is? Dat lees ik terug in die vragen. Mag ik jou aankijken, Arjen? Wat gun je ons? Zeker, zeker. Ja, wij zien eigenlijk een hele grote arbeidsproductiviteitsgroei en ontwikkeling in bijvoorbeeld de energiesector. Dat is niet zo gek natuurlijk, dat is wel als ik dat zeg. En daar zijn heel veel stappen in te maken natuurlijk. Er is niet dat je nou hier in de MRA heel veel windmolens kwijt kan, bijvoorbeeld. Maar je kan het wel ontwikkelen. Je kan wel technologie ontwikkelen. Je kan wel kijken hoe je dat moet plannen. Daar zit heel veel winst is daar te behalen. En het is uiteindelijk op termijn. Daar zit de economische groei. Ja. Dus dat is één. Aan de andere kant, distributie zei je al. Ja, logistiek hebben we allemaal nodig. Maar we hebben het niet. We hoeven dat niet voor de hele wereld te verzorgen. Nee. Dus de Zara en de H&M zou eerder voor H&M High Maintenance staan of zoiets. Maar dat we daar wat in doen. Mooi om te horen. Een andere vraag over dat energieverbruik. Constance die vraagt, welke prikkel heeft nou geleid tot het dalende energieverbruik in de verschillende sectoren? Want daar kunnen we wellicht van leren voor andere knelpunten. De econoom in mij heeft daar een heel simpel antwoord op. Verhogen van de energieprijzen. De CO2-belasting, ETS, daar begint het uiteindelijk. Ik denk als we iets kunnen leren van die ervaring, het stellen van heldere doelen, het koppelen van een instrumentarium daaraan, werkt. En dat is wat we gezien hebben. Er zijn ook nog wel een aantal zorgelijke dingen te melden over het enorm volatiele karakter van het beleid. Dat heeft een enorme vertragende factor gehad, zien we ook in allerlei studies terug. Maar beprijzen is uiteindelijk hier een zeer belangrijke weg vooruit. En dat doet pijn, maar die transities, daar willen we doorheen. En dit is de manier om het te doen. Helder. Simon van der Werf die vraagt, wat kunnen de MRA, of wat kan de MRA, dan heeft hij het over talloze gemeenten, realistisch doen om arbeidsmarktknelpunten te mitigeren? Wat voor handelingsperspectief schets jij ons? De MRA. Investeren hebben we volgens mij ook al gezegd. Hè? Dat is een hele belangrijke. Er zijn verschillende manieren om te investeren. En je kan arbeidsproductiviteit, daar kan je voor zorgen dat die verhoogd wordt door te investeren. Dat kan met subsidies, dat hoeft niet per se met geld, maar het kan ook met regelgeving. Wat doen we wel, wat doen we niet, wat staan we wel toe, wat staan we niet toe. Dat en natuurlijk investeren in het menselijk kapitaal. Zorgen dat mensen die op de arbeidsmarkt actief zijn, dat die worden ondersteund in hun ontwikkeling. En daar kan je het hebben over leven lang ontwikkelen van mensen die al fantastische plek hebben op die arbeidsmarkt. Maar je kan het ook aan de onderkant doen, waar mensen misschien wat makkelijker uitvallen uit die arbeidsmarkt, maar toch weer met een klein setje erop zijn te krijgen. Met die ondersteuning. Dus ja, ik denk dat het is. En het is niet altijd geld, het is ook regels of organiseren. Hè? Gewoon partijen samenbrengen. Als we kijken naar brede welvaart en ook een model wat in veel wijken ook gebruikt wordt, is het positieve gezondheidsmodel. En een aantal vragen van mensen in de zaal gaat ook over, ja, we horen jullie over arbeidsproductiviteit, over investeren, over economie, over groei. Maar zijn dat de woorden die gebezigd moeten worden als we richting die brede welvaart gaan? Ik gooi een aantal vragen bij elkaar op een hoop, maar jullie voelen aan wat de mensen daarmee bedoelen, Henri. Wat staat ons te doen? En welke woorden hebben we te gebruiken? Precies dit. Ik denk die oproep en de
De poging die ik deed om balans te zoeken tussen die verduurzamingsopgave, die sociale opgave, waar ook een aantal van die gezondheidsindicatoren bij horen, waar zaken als werkdruk bij horen, waar opmerkingen staan over schuldposities van huishoudens. Ja, daar zijn ontzettend veel inzichten uit de literatuur dat als daar dingen misgaan, dat je echt tot cumulatie van problematiek kunt leiden die uiteindelijk ook negatief doorwerkt in die arbeidsproductiviteit. Niet dat dat het ultieme doel is, maar uiteindelijk gaat het om die zoektocht naar die balans tussen die drie. En ik denk, ik zeg het hier Martin Wolf na, waar ik eerder naar verwees, ik denk dat de focus op het economische de afgelopen, pak een beet 40 jaar, dusdanig groot geweest is, dat we daar echt zoekende zijn naar een herstel van die balans. En die brede welvaart doet precies die oproep. En daarmee dus dat wenkende perspectief waar ik het over had. Ja. Een tekenend voorbeeld, want Iris is hofleverancier met vragen en suggesties. Het is nogal een concreet voorbeeld, dus ik heb beloofd zo meteen dat ik nog een soort mini-date arrangeer waarbij je het plan eventjes kunt overbrengen. Maar de vraag is, gaan we op vruchtbare zeeklei een distributiecentrum bouwen of een voedseltuin aanleggen? Ik zal het antwoord... Precies, ik zal het antwoord niet geven, maar ik zie jou knikken. Hier gaat het over, dit soort vragen. Hier gaat het precies vragen. Goed, ja. Zometeen hebben we nog een aantal vragen aan jullie te stellen in het panel. Maar zoals gezegd, het is een mooi moment om die verkenningen waar hard aan gewerkt is, om die ook officieel over te dragen. En dat doen we aan Sofia Mbarki in zijn hoedanigheid als voorzitter platform Economie van de MRA. Dus ik wil hem vragen naar voren te komen. Even wachten, Marijke. Marijke, even wachten. Ja. Want voordat we doen, ik ga dat zo meteen doen. En Sofiane denkt nu van, goh, krijg ik nu een bos bloemen? Ik kreeg toch een boekje, dat is zo. Maar ik wil toch hier de gelegenheid te baat nemen om een aantal mensen te bedanken. Dit boekje dat komt iedere keer weer tot stand met enorme hulp van een stuurgroep, een klankbordgroep, die iedere keer weer kritische reflectie bieden. Dus ik wil hen heel graag heel hartelijk bedanken. Maar ik denk dat ik namens de hele onderzoeksgroep spreek en al die mensen uit de stuurgroep en de klankbordgroep, als ik zeg dat dit boekje er 12 jaar lang al alleen maar is door de niet aflatende inzet van Linda Koeman. Dus Linda, ik wil jou naar voren. En ik hoop dat je het applaus gehoord hebt, Linda. Je krijgt nog een applaus. Dankjewel. En volgens mij heb je vast één zinnetje te zeggen. Behalve dankjewel natuurlijk. Nou, ik ben niet vaak zonder woorden, maar nu... ik zag het even. Nu eigenlijk wel. Geef hem gewoon even terug. Ja, en volgens mij, tenminste, ik sprak je net even, volgens mij heb je dat jarenlang met ontzettend veel plezier gedaan. Zeker. Laten we stellen dat dat plezier aanstekelijk is geweest. Dat heeft doorgewerkt op talloze collega's. Dus je mag het in de goede handen achterlaten. Dankjewel. Mag ik nog een applaus voor Linda? En dan ga ik nu inderdaad met trots naar Sofiane. Ik ga wel aan. Dit is een boekje wat we met zeer veel liefde maken. Mooi om je deze 12e editie uit te mogen reiken. En ook naar iedereen in de zaal toe. Er ligt zometeen een boekje voor u klaar. Wat mij betreft is de overhandiging van dit boekje niet het eindpunt van de editie van dit jaar. Maar het vertrekpunt voor hopelijk heel veel komende discussies in de komende maanden over die grote uitdagingen waar we voor staan. Sofiane. Dank je wel. De foto's worden nog even gemaakt. Sofiane, mag ik jou uitnodigen om direct aan tafel te komen zitten met beide heren? Want dan kunnen we nog even doorpraten over die economische verkenningen. En jullie worden vergezeld door Jessica Peters, Hondelink, directeur van Amsterdam Economic Board. En Abel Dayi, beleidseconoom bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Mag ik een applaus voor beide? En dat is een mooie, laten we zeggen, gevarieerd en inclusief panel. Een jong talent vanuit het ministerie, een ervaren bestuurder, een dynamische directeur. Nou, uit verschillende hoeken reflecteren jullie op die economische verkenningen.
En Abel, ik start bij jou. Je bent binnen EZK deskundig op het gebied van brede welvaart. Je hebt eigenlijk constant elke dag een bril op. En door die lens van brede welvaart kijk jij naar alles wat hier gepresenteerd wordt. Wat stemt je positief en waar zou je aandacht voor willen vragen? Ja. Als je de microfoon erbij pakt. Ja. Nou, wat me eigenlijk positief stemt, is hoe goed het eigenlijk gaat in Amsterdam. Dus ik woon zelf in Amsterdam. Ik vind het ontzettend prettig om hier te mogen wonen. Maar als je dan zo'n boekje ziet en je gaat naar de statistieken kijken, dan zie je toch op ontzettend veel vlakken dat het eigenlijk, vind ik, verrassend goed gaat. Het CBS concludeert dat ook op landelijk niveau. Nederland is een rijk en hecht land. En op die twee dingen, daar wil ik eigenlijk wat over zeggen. Dus over het hechten, Henri, je ligt er een paar uitdagingen uit, vooral op het gebied van vertrouwen noem je ook. Nou, ik zie daar ook wel lichtpuntjes. Dus wat ik niet wist, wat ik uit de Monitor Brede Welvaart heb geleerd, is dat het vertrouwen in andere mensen de afgelopen 10 jaar elk jaar is gestegen. Of je noemt het afnemend vertrouwen in instituties. Nou, het zijn niet alle instituties. Het vertrouwen in de Tweede Kamer is rap gedaald. Maar het vertrouwen in burgemeesters neemt toe. Het vertrouwen in ambtenaren neemt toe. Dat is een puntje voor mij. En het vertrouwen in de Europese Unie neemt ook toe. Dus ook op dat gebied gaat er denk ik veel goed. Dan op het gebied van welvarendheid, van rijkheid. Nou, je noemde het bijna in een bijzin, maar een halvering van de armoede in 10 jaar. Ik vind dat echt een ontzettend grote prestatie. En jullie noemen in het rapport, economische groei betekent niet automatisch dat iedereen mee profiteert. Nee, dat klopt. En er is ook nog steeds armoede in Amsterdam. Maar dat in 10 jaar tijd gehalveerd is, dat vind ik echt opvallend. En dat is ook interessant door juist die perceptie die je noemt. Dus een meneer in de zaal zei hier net, ik ben somber gestemd. Nou, landelijk zien we dat ook. Dus in 2022 was het percentage mensen in armoede volgens CBS het laagste in 45 jaar. En tegelijkertijd maakte 30% van de Nederlanders zich zorgen over hun financiële toekomst. Ik vind dat echt een interessante puzzel en ik praat daar graag met jullie over door. Over wat verklaart nou die perceptie? Henry, jij zit druk te knikken en jij zei net al van goh, complimenten ook aan de lokale, ik neem er ook maar even regionale politiek in mee, maar waar zit dat compliment in en waar zit dus ook het handelingsperspectief in om die brede welvaart, om ook dat gevoel van die gezondheid en dat vertrouwen nog verder te vergroten? Ja, ik denk dat Abel precies de spijker op de kop slaat. Ik denk dat het laat zien dat we op dat lokale niveau inderdaad die afstand tot die burger wel klein weten te houden. Ik herken ook je opmerking over Europa. En tegelijkertijd, en dat is voor mij toch de puzzel, zien we door heel Europa heen, ondanks, daar helemaal eens, en ik zou het bijna van de daken willen schreeuwen, hoe goed het economisch gaat, toch die grote onvrede. En die toch zeer zorgelijke, wat mij betreft, ontwikkeling in de richting van populisme, radicaal rechts, hoe je het ook wilt noemen. Dat dus is daar wel een onderstroming waar ook iets aan de hand is. Dat is de analyse. Ja. En dan verder inzoomend op die onderstroom of onderbuik, zo zou je hem ook kunnen schetsen. Wat zie je daar gebeuren en waar vallen dan to-do's uit te halen? Je kent mij een tijdje, ben nogal praktisch ingesteld, ja. Maar wat kunnen we doen? Dit is voor mij de zoektocht. Dit is echt een zoektocht waar ik middenin zit. En waar voor mij de oproep die ik zowel aan het begin als het einde deed, om juist op dat lage schaalniveau de boel bij elkaar te houden, om daar te beginnen. En daar, ik was vorige week ook bij het college, hebben we juist daar ook met het college de discussie over gevoerd. Hoe je ziet dat in een ingewikkelde wereld, en nou, ik loop zelf op de universiteit rond, waar het ook best spannend is geweest, je ziet hoe ontzettend belangrijk de rol van een burgemeester dan is om de boel bij elkaar te houden. En ik denk, die behoefte aan houvast hebben we allemaal. En ik denk dat het antwoord daar in belangrijke mate van die lokale politiek kan komen. Tieme stelt nog een vraag en ik kan me voorstellen dat andere mensen er ook wel benieuwd naar zijn. In hoeverre is de daling van armoede te correleren met het vertrek van mensen met een kleine portemonnee? Soufiane? Ja, ja ik wil het antwoord ook wel weten. Ja. Ja. Nou, dat kan niet het hele verhaal zijn, de doodeenvoudige reden dat we die daling door heel Nederland zien. Ja, dus in die zin een makkelijk antwoord. We zien de daling over de hele linie.
En ja, tegelijkertijd zien we dat in deze regio de daling niet heel veel harder is dan in Nederland. Dat er die wijzigingen in samenstelling zijn. En vandaar ook, en eens Abel, hè, dit is een fenomenale prestatie. Ja, tegelijkertijd zien we toch dat de armoedeproblematiek, ondanks deze ontwikkeling zou ik bijna willen zeggen, in de MRA en dan vervolgens in de stad Amsterdam, toch nog steeds groter is dan landelijk. Ja. Dus daar zit nog steeds wel een opgave. Jessica, hoe luister jij naar dit gesprek over die brede welvaart? Wat zou jij graag willen highlighten? Nou, wat mij net in het hele verhaal wel opviel, is eigenlijk, het gaat nu op grote delen heel erg goed. Maar er is ook heel veel ongelijkheid. En als we een wend- en weerbare economie willen zijn in deze regio, dan zullen we keuzes moeten maken. En wat mij dan nog wel opvalt, volgens mij wat er dan heel erg nodig is, is dat we dus een gemeenschappelijk beeld vormen over die toekomstbestendige economie. Want als je keuzes maakt op basis van wat nu urgent is, dan krijg je iedereens belang die dan het hardst schreeuwt. Hè? Ja. Maar volgens mij is het belangrijk dat we met elkaar een beeld vormen van zo'n toekomstbestendige economie, hoe ziet die er dan uit? En dat we daarbij ook de stem van de toekomstige generaties meenemen, andere plekken zoals jij dat ook noemt. Hoe ziet die er volgens jou uit? Want het gaat dus over wat nu euro's oplevert, maar wat van grote waarde is voor nu en in de toekomst. Ja, nou dat vind ik heel mooi eigenlijk in zo'n driehoek, hè, dat je kijkt naar sociaal, ecologisch en economisch. En dat je dus echt goed kijkt naar wat de keuze in het ene voor invloed heeft op de ander, want je kan niet op alle drie knetterhoog scoren. Nee, je moet echt kijken welke keuzes we maken. Maar ik denk naast zo'n beeld van economie van de toekomst is het ook ongelooflijk belangrijk dat we hier collectief leiderschap tonen. Hè? Dat we over onze schaduw stappen om dingen te bereiken ook die groter zijn dan wij zelf. Want deze opgave is groter dan wat bedrijven, kennisinstellingen, overheden, maatschappelijke instellingen in hun eentje kunnen doen. Dus ik geloof enorm in de Helix samenwerking. En wat voor leiderschap zie jij daar nu al van? En wat wens je ons allen toe? Nou, ik zie zeker, de metropoolregio Amsterdam is natuurlijk al een samenwerkingsverband. Nou, ik zit dan zelf bij de Amsterdam Economic Board. Het gaat ook heel erg over de Helix samenwerking. Maar ik denk waar we nog naartoe moeten is dat er heel veel initiatieven zijn, maar dat we toe moeten naar het grotere verhaal. Van hoe kijken we nou naar die toekomst en vanuit daaruit terugredeneren. Dat narratief. Het narratief, maar ook dat we daarin nieuwe economische perspectieven inzetten. Ik had vanochtend een hele mooie presentatie van een collega en die vertelde iets over hoe commons werken. Dat je een gemeenschap zeggenschap geeft over hoe je omgaat met gemeenschappelijke goederen, maar ook bijvoorbeeld gemeenschappelijke data. Er zit al een mini common als ambassadeur van een hele grote common. Nou, ja, precies. Ja. Nou ja, kijk, als we dat soort nieuwe perspectieven, coöperatieve samenwerking, dat we het niet alleen in instituties zoeken, maar ook de kracht van de inwoner en de bedrijven in Amsterdam benutten. Het woord knelpunten viel een paar keer. Worden die knelpunten in die onder dat systeemplafond aan vergadertafels, worden die voldoende benoemd? Nou, misschien worden die wel aan bepaalde tafels benoemd, maar daarmee heb je ze nog niet opgelost. Dus wat mij betreft is collectief leiderschap dat we echt daadwerkelijk gaan samenwerken in coalities. En dat we zeggen, dit zijn onze drie doelen die we de komende tijd willen halen en wij committeren ons hieraan. Dus dat collectief eigenaarschap is echt ongelooflijk belangrijk. En ik denk wat niet gaat helpen is die naderende bezuinigingen voor kennisinstellingen. Want Arjen had het over het investeren in menselijk kapitaal. En dat het investeren in innovatie zo belangrijk is. Nou ja, als je dan gaat bezuinigen bij kennisinstellingen in zo'n kennisintensieve samenleving als de regio Amsterdam. Dat lijkt me ontzettend onverstandig. Ik kijk even naar Abel, die heel goed is in het benoemen van knelpunten. En misschien als jonge generatie die seat at the table in Den Haag zeker kan krijgen. Waar is men vanuit Den Haag mee aan de slag en hoe past dat bij deze oproep om dat verhaal met elkaar te hebben? Het is een grote vraag, dat besef ik me. Ja, nou, ik begin maar ergens en ik kijk waar ik uitkom. Of ik een beetje goedkeurend knik. Ja, dus misschien wat. Dus ik herken de oproep wel van ja, we moeten investeren in de toekomst. En ik zie ook wel dat de zorgen die er dan zijn over wat er nu in het hoofdlijnenakkoord staat over wetenschap, over het groeifonds, over het klimaatfonds. Maar het is ook niet alleen maar kom maar een kwel, wil ik zeggen, het hoofdlijnenakkoord. Dus ook, hier zullen we gewoon uit te lachen. Maar, Nee, ik kom bij het knellen weer uit van Henri. Dus die heeft heel goed neurolinguistisch geprogrammeerd. Ja, wat was ik aan het zeggen? Ja,
Dus wat ook heel belangrijk is, die bezuinigingen zijn ook wel belangrijk voor toekomstige generaties. Dus de studiegroep Begrotingsruimte die adviseert het kabinet 17 miljard om te buigen op de overheidsfinanciën. Omdat als je dat niet doet, dat toekomstige generaties moeten dan de belasting verhogen. Dus dan schuif je die rekening door aan toekomstige generaties. Ja. Dus ja, het is een probleem dat we bezuinigen op klimaat. Maar het is ook goed voor de toekomst dat die overheidsfinanciën op een houdbaar pad blijven. Dat is even financieel, als het gaat over materieel, cultureel. Wat hebben wij hier in deze regio niet meer ook naar voren te schuiven? Welk appel doe je op ons? Hè? Want je benoemde het even, dit zie ik als positieve zaken. Wat wil je nog absoluut wel meegeven waar je je zorgen over maakt in de MRA? Nou, ook misschien nog één in navolging van wat eerder is gezegd. Best wel veel mensen hebben, we hebben het over de sectorstructuur gehad. We hebben het over, er zijn grenzen aan groei. Moeten we misschien gaan kiezen? Daar ging ook een van de vragen over. Welke sector heeft nog wel groeipotentieel en welke sector niet? Ik zou daar toch voorzichtig mee zijn. En dat is ook altijd ons advies als je ons hiernaar wordt gevraagd. Dus om een voorbeeld te noemen. De glastuinbouw werken nu heel veel arbeidsmigranten. Nou, stel je gaat beleid maken om die arbeidsmigranten te weren, je gaat het beter handhaven, je gaat daar een wet voor opstellen. Nou, dan kan je zien dat ineens die robotisering daar ontzettend snel gaat. Dus wat nu een hele vervuilende sector is, of een sector waar heel veel laagbetaalde arbeid werkt, dat kan over 10 jaar kan die zich ontzettend ontwikkelen. Dus ik zou niet zeggen, heb een discussie van moet Tata weg, ja of niet, moet de glastuinbouw weg, ja of niet. Maar zorg dat je stuurt op het doel dat je wil bereiken. Dus zorg dat je stuurt via ETS op minder uitstoot en dan zie je vanzelf wel welk bedrijf de eindstreep haalt. Het kind niet met het badwater weggooien, maar wel de kader stellen waarin dat kind mag opgroeien. Ja, mag ik het zo zeggen? Ja, ja. Arjen, je zit daarbij te knikken. Wat herken je in die oproep van Abel? Ja, volgens mij is dat heel belangrijk. Alleen daar is het dus, er moet een punt op de horizon zijn waar iedereen zich aan committeert. En dat moet de landelijke politiek doen, maar dat kan een regio natuurlijk ook al bevorderen. En het punt op de horizon, als iedereen weet waar hij aan toe is, ook al knelt het, ook al is het vervelend, hè, want iedereen moet een beetje pijn lijden. Dat punt gaat heel belangrijk zijn, want dan weet iedereen waar hij aan toe is en dan zie je ook echt wel veranderingen optreden. Ja. Soufiane, over die brede welvaart en ook over de verkenningen, want je hebt hem net in ontvangst genomen, maar je krijgt ook zeker even de tijd om erop te reflecteren. Toch te beginnen met die brede welvaart. Waar ben je trots op en wat staat ons te doen met dit collectieve brein en hart? Nou, laat ik beginnen dat ik weer heel erg onder de indruk ben van datgene waar zowel Henri en het team en ook Arjen vandaag ons in meegenomen. Maar ik vond ook dit gesprek hier best wel interessant, want dit is eigenlijk het gesprek wat ook zich nationaal een beetje aan het ontvouwen is. Er zijn heel veel perspectieven en volgens mij weten we ook allemaal wat we willen. Maar ik denk wel bijvoorbeeld als het gaat om brede welvaart, is het wel belangrijk om ook te kijken welke fundamentele keuzes liggen daar aan het grondslag. Want ik denk niet dat het gaat lukken als we denken dat het allemaal En dat is natuurlijk, want ik zie namelijk een stad als Amsterdam, maar ook de regio. We doen het financieel-economisch hartstikke goed. Maar we hebben het over dat armoede halveert. Maar wat is armoede als je nu al ziet dat je studeert in de stad, dat er hier geen plek meer voor je is? Dus die toegankelijkheid van de stad en de regio, die staat daarmee wel onder druk. Dus we zullen wel echt keuzes moeten maken. En die gaan enerzijds over brede welvaart. En brede welvaart moet vooral ook niet een begrip worden waar we op terugkijken. Ik zou het wel mooi vinden als het ons zou lukken om ook aan de voorkant van beleidskeuzes ook brede welvaart echt toe te passen. Want dan gaat het echt schuren. Wanneer je schaarste gaat verdelen, wordt het ingewikkeld. Want heb jij een voorbeeld van hoe daar nu al bestuurlijk, in allerlei gremia waarin jij je beweegt, hoe daar nu over wordt gesproken? Nou, er wordt vooral over gesproken. En dat is volgens mij de volgende stap, is dat we het ook echt gaan doen. En waar we in Amsterdam nu mee aan het pionieren zijn, is kijken of het ons lukt om op een aantal wat grotere strategische onderwerpen aan de voorkant ons al, aan de hand van de verschillende brede welvaartsthema's, onszelf ook echt uit te dagen. Mobiliteit is daar een voorbeeld bijvoorbeeld. Dus dat zijn wel, ik hoop dat ons dat gaat lukken, ook op het landelijk. Dus ergens zullen we echt keuzes moeten maken. Dus ik begrijp het dat we ons vooral moeten gaan, dat die stip in die horizon heel belangrijk is. Maar ergens zul je keuzes moeten maken. En ik denk ook wat een heel belangrijk onderwerp is, wat vandaag ook weer langzaam is, die arbeidsmarkt. En die puzzelt mij wel hoor. Dus het is enerzijds gaat het natuurlijk landelijk wel over arbeidsmigratie. En ik vind ook dat we ons moeten vergewissen van het feit dat zonder migratie de economie er anders uit gaat zien. En die discussie moet landelijk volgens mij ook gevoerd gaan worden. Dus betekent ook een welvaartsdiscussie. Het gaat te vaak bij migratie over dat we vooral aan het uitgeven zijn. Maar we verdienen aan migratie.
En die discussie is volgens mij ook een hele interessante. En daarnaast, mensen die mij kennen, het potentieel moet ook beter benut worden. En het mbo, daar zie ik heel veel kansen. Ja. Ik ben niet de enige, gelukkig, die dat nu aan het zien was is. Dat was een van de vragen ook. Kunnen we niet veel meer dan dat we, waar we nu op bevraagd worden? Nou kijk, het gaat natuurlijk deels over het verhogen van die arbeidsproductiviteit, maar daar vangen we niet alles mee. Maar het gaat natuurlijk ook over die mismatch die we zien, maar ook het realiseren van dat als we bijvoorbeeld die arbeidsproductiviteit willen verhogen, dat zit voor een deel ook innovatie. Dat moet versneld worden. Het mbo kan daar een hele cruciale rol in spelen. Maar dan zullen we dat ook als zodanig moeten gaan benaderen. En wat zie je dan nog, wat is dan zeg maar de blind spot of dat er licht zit tussen wat we zeggen en wat we moeten gaan doen? Wat zijn dat voor stappen? Nou, laat ik zeggen, als we het hebben over kennisinstellingen, dan vind ik dat het mbo daar ook bij hoort. Nou, om maar te beginnen. Want die valorisatie van die kennis, daar hebben we mbo's echt voor nodig. Ja. Dus het zit hem, en daar zit ook een stukje brede welvaartsbenadering in. Want daar zitten namelijk ook, nou, soms ook jongeren in, waar we van denken van, kunnen die nog wel een rol spelen in onze economie of in onze samenleving? Ja, dat kan. Die zijn van waarde. Zeker. Dus het mes snijdt wat dat betreft aan twee kanten. We lossen daarmee een economische opgave op. Want we hebben ook gewoon een economische uitdaging. Want we willen namelijk ook gewoon de brede welvaart kunnen financieren. Mm-hmm. We willen dat mensen mee kunnen profiteren. En tegelijkertijd zit daar ook een deel van de oplossing. Dat is namelijk soms onbenut arbeidspotentieel. Soms halen we er niet voldoende uit. Om die ook onderdeel te maken van onze economie en van onze samenleving. Ik probeer de gedachten te lezen van al onze paneleden, want die kijken en serieus, maar ook wel hoopvol. Start ik met Jessica. Hoe luister jij naar dit verhaal over dat arbeidspotentieel? Vooral eigenlijk het verhaal over de keuzes maken. Want we zeggen dat allemaal, hè, we moeten keuzes maken. Maar dat vraagt enorm wat, want we kunnen het wel zeggen, maar de keuzes maken zelf. En waar gaan we dat dan doen? Wie gaat dat doen? En dat kan natuurlijk alleen maar als we de koppen bij elkaar steken en niet alleen maar kijken vanuit het eigen belang of vanuit het eigen perspectief of alleen maar vanuit het criterium urgentie. Alles is urgent. Mag ik jou eens vragen, en dat zal ik ook bij de anderen doen, om dan expliciet te zijn, welke keuze gun je ons en wat probeer je ook iedere keer wel op de agenda's te krijgen? Wat ik in ieder geval belangrijk vind als criterium voor de keuze, is dat we kijken naar kansengelijkheid. Dus dat we kijken dat waar we groei ook in, waar we ook voor kiezen, hè, of dat nou is rondom onderwijs, rondom je veilig voelen, je goed voelen in je woonomgeving, als het gaat over economische groei, om het allemaal mogelijk te maken, dat we elke keer kijken, kan iedereen daarvan mee profiteren. Dus ik denk dat begint met, voordat we de keuze maken, is dat we met elkaar een soort afwegingskader maken. Op basis van welke waarden maken we de keuzes? Wat vinden we belangrijk hier? En volgens mij is het heel belangrijk dat iedereen in de regio kan profiteren van de keuzes die we maken. Abel, is dat een werkbaar iets? En ik kan me toch voorstellen dat het op de burelen in Den Haag over brede welvaart ook over dit soort afwegingskaders gaat. Zeker, ja. En we hebben er ook zo één gemaakt, waar dat wat je noemt dat iedereen kan profiteren en participeren, is daar echt een integraal onderdeel van. Dus met het vorige kabinet heeft een visie gemaakt op sturen op brede welvaart. Wat zijn eigenlijk de pijlers van die toekomstige economie? Waar moet die aan voldoen? Welke keuzes moet je maken? Dus die zou ieder in die zin onder het hoofd kussen of naast zeker, het ja, fotolijstje van thuis? Het was slim geweest als ik ook boekjes mee had genomen, maar ja. Dat heb ik niet. Maar ja, precies. Het heet het perspectief op de economie. En daarin kiest het vorige kabinet eigenlijk voor vier pijlers voor het economisch beleid. Dat is een economie die innovatief is, dus die voldoende in een innovatie investeert. Die onderdeel is van een sterk Nederland in een weerbaar Europa. Dus echt die geopolitieke dimensie. We willen daar niet naïef meer in zijn, maar als er een handelsoorlog dreigt of iets anders, dan willen we daarop voorbereid zijn. Ten derde, en die verduurzaamt, dat staat eigenlijk buiten kijf. Dus we moeten naar netto nul 2050. Dat is een enorm belangrijke randvoorwaarde voor onze economie. En ten vierde, één waar de samenleving in voldoende mate in profiteert en participeert. En dat is ook wel, als die vier kaders voor economisch beleid, dat is echt wel een ander kader dan waarin economisch beleid 15 jaar terug gemaakt werd. Dus nee. Ik zie Sofian de houding van de denker hebben aangenomen, dus ik ben heel benieuwd. Dat doe ik wel vaker. Ja, hè? Nee, maar ik ben er wel mee eens. Wij zijn in Amsterdam eigenlijk tot de conclusie gekomen dat je niet moet spreken van een afwegingskader, maar van een overwegingskader. Omdat het namelijk heel moeilijk is om alle boxen te kunnen aantikken. En het is ook soms het verdelen van schaarste. Maar dat je erover nadenkt, dat je inzichtelijk maakt, dat je wel overwoog tot een bepaalde keuze bent gekomen, biedt volgens mij ook vertrouwen als het gaat om dit onderwerp. Want we kunnen ook hier weer uitkijken dat we niet te veel beloven en dat we volgens het niet waarmaken. De wetten van de markt
daartegen aan te lopen en te zeggen, het is toch niet gelukt. Hoe ga je daar toch creatief en volgens mij, zoals ik je een beetje ken vanuit de media, doortastend mee om, dat het wel kan in die MRA? Nou, kijk, ik denk wat we natuurlijk nu wel mee hebben, is dat we tijdens corona hebben we ook gezien hoe ook het bedrijfsleven naar de overheid heeft gekeken om een rol te pakken. En ik denk dat we vandaag de dag daar volgens mij ook gewoon op door kunnen. Want een economie, een vrije economie, die heeft wel een sterke marktmeester nodig. En de doorgeslagen markt denk ik, van de afgelopen jaren heeft er ook voor gezorgd dat we soms, als het gaat om brede welvaart, ook mensen echt hebben zien bezwijken. En ik denk dat we die rol meer moeten gaan pakken. En dat betekent ook in die samenwerking, dat kunnen we niet alleen. Maar die samenwerking is daarin wel cruciaal. Dat is ook een wisselwerking tussen enerzijds de overheid en de markt. En wat dat betreft zie ik hele mooie voorbeelden. Maar we hebben daar ook Europa bij nodig. Wij gaan zo afsluiten en ik weet dat er in bepaalde type vergaderingen gelieve niet meer getwitterd wordt. Zal ik jullie ook niet vragen om te doen. Maar misschien wel dat we nog per panellid, laten we zeggen, één tweet, één bericht waarvan je denkt, ik ben hier naartoe gekomen om deze mensen te begeisteren op die verkenningen. En ik heb het nog niet kunnen zeggen dat we daar nog wel even de ruimte voor hebben. Ik sluit zo meteen af met Sofian, maar Abel, mag ik jou aankijken. Wat zou je ons zeker mee willen geven als wij die verkenningen doorlezen en daarna gaan doen met elkaar? Nou, misschien stel jezelf de vraag hoe het komt dat mensen zich zoveel zorgen maken. Dus hoe kan het dat armoede afneemt en dat financiële zorgen toenemen? Dat is een vraag waar ik elke week over nadenk, stukken over lees. Ik weet er het antwoord nog niet op. Dat is, als ik vanuit die brede welvaartslens kijk, is dat elke keer weer iets wat me fascineert. Hoe kan het dat vertrouwen in andere mensen de afgelopen 15 jaar is toegenomen en de ervaren polarisatie van mensen, dat mensen ervaren dat er meer polarisatie is. Hoe kunnen die twee dingen naast elkaar bestaan? Daar wil ik jullie allemaal uitnodigen om met me over mee te denken. Want ik weet het nog niet. Helder. Ik ga naar Jessica. Nou, daar denk ik graag met je over mee. Dank voor de uitnodiging. Ik zou eigenlijk iedereen willen oproepen om echt over de eigen schaduw heen te stappen. En een centrale kern eigenlijk in wat ik wil zeggen is, draait om collectief leiderschap. En dan gaat het niet alleen maar om te kijken hoe je via samenwerksverbanden je eigen belangen kan dienen, maar ook hoe je collectief de pijn kan pakken. Want als het gaat over keuzes maken, dan zijn het niet alleen maar leuke keuzes. En moeten we allemaal bereid zijn om daar iets voor te laten. Eigenlijk kan ik me voorstellen dat je je agenda's, je vergaderingen dus ook anders inricht in plaats van te veel punten aan het eind een rondvraag waarin we nog heel snel moeten voordat iedereen weer weggaat. Kun je ook vanuit jouw leiderschap dan andere type vergaderingen en gesprekken eigenlijk? Zou mooi zijn, minder annotaties en meer uit het hart. Nou ja, zo. Ja, mooi om te horen. Dankjewel. Ik ga naar Henry. Ik word heel blij van dit gesprek. Gelukkig. En, laat ik één ding benoemen hier, en dat is misschien een eerste antwoord richting Abel. Laten we echt ons voornemen dat we niet alles wat eventjes tegen zit meteen een crisis noemen. Dat is iets wat we de afgelopen jaren ontzettend veel gedaan hebben. En daar zit voor mij misschien wel een beginnetje van een antwoord, Abel. Dan ga je elkaar ook aanpraten als je het iedere keer een crisis noemt. En verval dan niet in de valkuil, dan noemen we het een uitdaging. Maar een situatie. Denk na over wat voor samenleving willen we nou in 2050 zijn en waarom. En ik zeg het hier de CERNA, waar we hier ook over nagedacht hebben. Dat biedt perspectief om vervolgens na te gaan denken, wat hadden we dan eigenlijk gisteren in beweging moeten zetten om dat mogelijk te maken. En dan ben ik het hartgrondig met Jessica eens dat uiteindelijk leiderschap wat het lef heeft om de enorme gevestigde belangen waar je dan tegenaan gaat lopen, want laten we dat ook niet onderschatten, hoe groot die gevestigde belangen zijn, dat je die dan wel het hoofd gaat bieden. En dan is denk ik een heel belangrijk startpunt om het oude adagium van de econoom, om in ieder geval vervuilende activiteiten niet te subsidiëren. En daar hebben we er heel wat van in ons land. Dus laten we daar dan eens mee beginnen. Ik en van daaruit kijken hoe we die toekomst tegemoet kunnen treden. Mooi. Volgens mij kan dat rekenen op applaus en ondersteuning. Het mooie is, ik zag laatst op Instagram van Daan Rozengaarde
die uitvinder, zo'n Willy Wortel, u wel bekend. Een stoel waarbij als je een bepaalde zinsnede, dat was in dit geval ja maar, dat je dan een elektrisch schokje kreeg. Maar ik dacht, misschien zou die er één kunnen programmeren bij het woord crisis. Dus als u dan zit te vergaderen, zo, oh jee, hier is weer een crisis, dat we toch even een kleine reminder krijgen aan dit verhaal van Henry. Dankjewel. Arjen, mag ik jou aankijken? Wat hebben wij nog niet benoemd en ga je nu wel doen? Oh ja, dat is, volgens mij is al heel veel benoemd. En ik wilde juist in het verlengde van Henry iets zeggen. Namelijk, dat, en ik zei het ook al in mijn praatje, half vol, half leeg, het glas. Een glas is vaak ook half vol. Hè? Dus als je ziet hoe goed die arbeidsmarkt eigenlijk werkt. Daar heb ik het al over gehad. Maar als je gewoon om je heen kijkt wat voor voorzieningen we allemaal om ons heen hebben. En dat is allemaal in de afgelopen jaren tot stand gebracht. Als je door de stad heen loopt, is het niet vervallen, is het allemaal prachtig. Nou, dat is ook wel eens anders geweest. Dus er gaat heel veel goed. Dat ontslaat ons niet van de plicht om te denken dat we over 10 jaar ook zo'n wereld om ons heen willen hebben. En als we niks doen, hè, want dat is het ook tegelijkertijd, dan blijft het niet zoals het nu is. Zo mooi, zo positief. Zo, dus denk aan het positieve, maar het blijft niet als we niks doen. Helder, dankjewel. En ik geef straks het afsluitende woord aan Soufiane, ook een beetje als onze gastheer vandaag. U weet, en ik zal niet het woord crisis noemen of zorgen, maar dat er een bepaalde kleurcode is voor vanmiddag, vanavond. Dus als wij straks hebben afgesloten, wil ik u zeker uitnodigen voor een drankje en om even met elkaar na te praten. U kunt ze even naar huis sturen en zeggen, goh, ik blijf wat langer napraten, want er is genoeg materie en dan wacht u even tot de bui over is. Als u direct weggaat, begrijpen we dat ook goed. U krijgt die verkenningen mee, dus u heeft vanavond iets fijns te doen met kletterende regen, maar ik wil het wel even als een goede gastvrouw gezegd hebben. Dus als u direct weggaat, zorg voor uw eigen veiligheid. U kunt er ook voor zorgen dat u hier gewoon even blijft, met elkaar een drankje doet, zodat u ook veilig thuis komt. Na mooie afsluitende woorden van Soufiane, wat wil je ons meegeven? Het wordt wel een uitdaging, zo'n alarmerende aankondiging. Nou, of juist uitnodigend om lekker de tijd te nemen zometeen. Nee, ik hou het kort. Nou, wat ik vooral voel vandaag hier is dat we volgens mij als metropoolregio echt wel trots mogen zijn. En ook wel de verantwoordelijkheid moeten voelen dat we als regio het goed doen. Tegelijkertijd weet ik ook dat als het gaat om het landelijke debat nu over regio's, dan wordt er op een andere manier naar onze regio gekeken. Ik zou daar niet in mee willen, maar vooral ook kijken hoe we gezamenlijk ook daarin weer een verantwoordelijkheid kunnen pakken. En juist niet concurreren met andere regio's, maar juist kijken wat kunnen wij als verantwoordelijke regio doen om ook andere regio's daarbij te helpen. Pas ook helemaal in de gedachte van brede welvaart. Het gaat niet alleen maar om hier, maar ook om elders. Want ook andere delen van het land hebben ook recht op brede welvaart. En welke rol kunnen wij daarin pakken? En ik zou dat graag met u allen de komende jaren gaan doen. Maar wat mij betreft ook met anderen die hier niet zijn. Ik denk dat dat wel een belangrijke opgave is voor ons allemaal. Goed, ik ben namens Friesland gekomen om dank te zeggen. Dat dacht ik al bij deze. Ja. maar ook zeker het bewustzijn. Want inderdaad, Henry noemde dat al eventjes, maar dat absoluut er hier ook grote opgaven met elkaar te doen zijn. En met elkaar kom je verder. Mag ik voor deze sprekers een hartelijk applaus? Er werd specifiek nog gevraagd naar de boekentips. Kom even langs bij het tafeltje, want dan krijgt u ze uit eerste hand. Ik heb nog een aantal andere leestips, want we hebben natuurlijk ook edities online staan. Er is een mooie podcastserie die ook gaat over de MRA-agenda, die voor 80% al klaar is. En daar heb ik helemaal nog niet een vraag over gesteld. Maar al die zaken die jullie noemen, die jullie hebben genoemd, en ook bijvoorbeeld het voorbeeld over mobiliteit, zien we landen in die agenda. Dus als u daar meer over wilt weten, kijk ook op de website en dan zou ik voor nu zeggen, cheers op de metropoolregio Amsterdam. Veel dank voor uw komst.